Die schrijft wel zijn eigen Ajax goals en de afhandeling. Mooi, die heeft geen flauw idee waar ik het over heb. Mijn eigen medewerker, leuk. Maar Ajax dus. Voor ons is het heel belangrijk, want wij hebben veel high-performance websites die ook zwaar gecashed moeten worden. En het punt van Ajax is, die prikt door die cash-plaat heen. Ja? Je moet voorstellen dat je hebt een fijne webshop, je homepage is gecashed, je productpagina's zijn gecashed. Maar Ajax-invest die zorgt toch voor een zware loodgeschuldigd. Dus in performance hebben we niet zozeer over dat het snel moet gaan. Maar het kan dus ook zwaar zijn voor je server. En dat willen we graag optimaliseren. Ik heb hier even wat begrippen neergezet. Ik vind het altijd belangrijk dat mensen goed weten waar we het nou over hebben. We vaak hebben het over Ajax, maar heel veel mensen weten niet eens wat het betekent. Dus asynchroon JavaScript en XML, met tegenwoordig gebruiken we eigenlijk vrijwel allemaal JSON ervoor als return. En JSON heeft een voordeel omdat het al meteen JavaScript is. Dus je hoeft het niet om te zetten naar iets wat JavaScript zelf kan gebruiken. Hoe voer je nou zo'n Ajax request uit? Ik heb even een simpel codevoorbeeldje met jQuery gemaakt. De meeste mensen die hiermee hebben gewerkt, die zullen dit vast wel herkennen. Belangrijk is even de Ajax URL, je post het ergens naartoe en iets met een action. Dat is client-side. Aan server-side hebben we een aantal bekende methodes voor de ontwikkelaars, de admin-ajax.php en de JSON-REST API. Die wil ik eerst eventjes snel behandelen. En daarna gaan we de diepte in, dan komen we open die nog niet kennen. dit is een heel simpel voorbeeld van admin-ajax-request. Admin-ajax is dus een PHP-bestand, die zit echt in de WP-admin voor. Die is ooit ontwikkeld, echt puur voor de admin zelf, voor je WordPress dashboard, om ervoor te zorgen dat als dingetjes snel afgehandeld konden worden zonder een zware page reload te krijgen. Maar door de jaren heen is het ook gewoon gebruikt kan worden door themabouwers, pluginbouwers. En is het, jarenlang was dit de tool om het mee te doen. Ik heb een heel simpel voorbeeld. Ik ga het niet hebben over wat je nou in je Ajax request precies doet. Hè, wat je ophaalt en wat je wegzet. Want dat is zo uiteenlopend. Dat is voor iedereen anders. Het gaat echt even om het doen van die call. Je kunt dus even afvangen of iemand ingelogd is of niet. En op basis daarvan kun je een specifieke functie aanroepen. En je stuurt dat terug als een JSON bestand naar de browser. Iemand deed die bekend? Dan hebben we een nieuw beestje tegenwoordig. Dat is de JSON REST API. In dit geval heb je een eigen unieke URL gemaakt voor jouw hyperscroll. Dus die in jouw jQuery folder dat ik eerder liet zien gebruikte deze URL. En het registreren van een REST route en een callback functie. Ietsje meer werk, maar qua wat je uiteindelijk hoeft te doen, is het niet zo heel erg veel. Om goed te begrijpen wat deze twee processen eigenlijk nou precies doen, en de processen die ik straks ook nog ga behandelen, is het heel belangrijk om de laadvolgorde van WordPress goed te begrijpen. Het begint op de server met een HTTP access of engine insider, afhankelijk van wat voor server je draait. Vervolgens zorgt de config voor dat je index.php wordt geladen met een aantal parameters. Dat kan bijvoorbeeld een pad zijn dat je opgebruikt, maar ook query parameters. Daarbij wordt vervolgens allerlei onderdelen van de WordPress core geladen. Maar afhankelijk van de type request waar we het over hebben, worden specifieke hooks afgevoerd. Dat is belangrijk om te onthouden. Vervolgens worden de must-use plugins geladen. Dat zijn alle bezig volgorde. Weekend geen must-use plugin. Nou,
payment. Dat is in ieder geval fijn dat de meesten dat kennen, dan moet ik zo meteen aan mijn hand. Vervolgens worden we gewone keuringsverhalen op afgewezen volgorde en daarna komt je functies.php. En die zit in je thema. Op dit moment ze niet weten is dat je functies.php is eigenlijk niks anders dan een plugin. Het is WordPress behandelt het technisch gezien als een plugin, maar wel degene die als laatste wordt geladen. Eerst je hebt je PAM thema als je die gebruikt en daarna die van je chart thema. Dus we kijken naar de verschillende afhandelingen van iPhone die we net hebben gezien, dan zitten die ongeveer daar. Dus helemaal daar. Eigenlijk wordt vrijwel alles bij je systeem wordt geladen. Dit wil afverschillen. Nou, dit is een outbase, maar dat is voor de admin. Dus die runt ook je admin in. En alles wat daarbij hoort, dan gaan we kijken of de updates zijn. De specifier is allemaal nodig. De JGWS laat veel minder. In de aanloop onderzoek naar deze presentatie heb ik nog even gekeken of er wat te vinden was over de snelheid. En er zijn wat interessante artikelen te vinden over welke van de twee is nou sneller. En in theorie en vooral in het begin toen de JSON REST API net uitkwam, was die echt sneller. Maar om eerlijk te zijn, je moet het echt meten. Dat hangt zoveel af van je plugins, je thema. Benchmark. Dus ik ga daar verder geen uitspraak over doen van hier sneller. Even wel weten als je dat interessant vindt. Puur als ontwikkelaar zou ik zeggen, kies voor de JSON REST API. Je hebt veel makkelijker tools om te debuggen. Maar er is morgen nog een interessante presentatie van een plan die daar dieper op ingaat. Oké, okay. Dus dan dat laat ik verder. Wat wij willen is optimaliseren. Dus ik wil gaan nadenken over als ik een AI-score doe, heb ik al alles wel nodig van die hele rij. En heel vaak, ja, zeker in mijn data, daar zet ik dingen in die horen bij de visuele output. En ik zeg wat ik echt nodig heb in een AI-score. Dus zo'n function.php, kunnen we misschien prima weghalen. Dat doe je als volgt. Ik zou dit bijvoorbeeld in een EU-plugin zetten, waarbij je checkt van, hey, wordt er een AX-score gedaan? En is dit toevallig mijn specifieke, unieke AX-score? Dan gaan we eigenlijk gewoon de route naar je thema-folders gaan we gewoon vandaan. Er is ook een WPU's Teams constante, die kun je volzetten, maar dat doet helemaal niks. Daar heb je helemaal niks aan. Dus ik ga letterlijk zeggen tegen WordPress van, hey, pak mij thema folder, dat is niet meer. We hebben deze functies nou. Laat me zitten, hij laat ze niet. Dus vervolgens zitten we eigenlijk hier. Heb je al een heel stuk van je load weggehaald. Hetzelfde kunnen we in principe ook doen met onze plugins. Ook hier, dit moet natuurlijk gedaan worden voordat de plugins dan werkelijk geladen zijn. En we kunnen simpelweg de option die de actieve plugins ophaalt, die kunnen we filteren. En dan gaan we zeggen, hey, zijn we bezig met een AI-scroll? Of zijn we bezig met een REST-scroll? Of wat ik hier eigenlijk simpel, is het geen AI-scroll? Is het geen REST-scroll? Dan willen we gewoon alle plugins zetten, want je normale website moet het wel blijven doen. Nou, dan komt u vervolgens hier terecht. En hier gaan we eigenlijk de plugins definiëren die we niet nodig hebben in deze AI-scroll. En die unsetten gewoon, en we moeten een lijst met plugins. Kijk, als ik bijvoorbeeld een lijstje met alle nieuwe podcasts ophalen, noem maar even wat, heb ik geen boekhouding nodig. Dus dat hoeft niet geladen worden. Dat is veel sneller. En vervolgens, ja, zitten we eigenlijk een beetje hier. Je kunt natuurlijk zoveel gaan als je wilt. Alle plugins, ik weet niet of je dat wilt, maar bij elke call die je doet, is een afweging. Nou gaan we iets verder. Dit was meest standaard. De meeste mensen zullen dit wel kennen. Er kwam een heel mooi artikel hierover. We kunnen ook een eigen custom endpoint maken in een MU-plugin. MU-plugins kunnen geladen worden gewoon de plugins. En al wat erin staat, wordt simpelweg gelezen en uitgevoerd. Hier zitten we dus hier in Spectrum.
als ik een eigen custom endpoint dan wil maken, dan ga ik gewoon meteen PHP uitvoeren. Ik ga even kijken van, hé, is die getparameter? Dat is mijn huidige URL, gewoon een domeinnaam. En dan vervolgens een getparameter. Eigenlijk niet uit of je nog een ander pad zit. En dan kan ik ook achter een specifieke post zitten. Dat maakt niet uit, zelfs een RSS feed. Maakt niet uit. Zolang die getparameter er zit, dan komt hij hierin terecht. Dan zetten we even rekening. We zijn Ajax School aan het uitvoeren. En we gaan zo'n ding doen. Ik hoek dus niks, hoor. Het wordt de PHP Science komt gewoon langs en hij voert zijn ding uit en vervolgens WPCJSON. Je hebt dan deze define nodig, die wordt in de WPCJSON functie gebruikt. Maar wat het eigenlijk doet, is in die WPCJSON functie, er zit gewoon een keiharde die, dus het is een beetje lol. Of, hij stopt er gewoon meteen mee nadat jij al je dingen hebt gedaan. En ik heb de pijl hier heel mooi in het midden gezet. Maar als je een beetje speelt met de alfabetische volgorde, dan kun je dus ook nog kijken waarom moet die voor mijn andere MU plugins gaan benamen. Dus ja, een beetje mooi. Is dat belangrijk dat dat weer bij St. Jason de Dyer? Ja. Zeker in ieder geval in de gewone, want als je het niet doet, dan stuurt het ook een nul. Dus de druk is gewoon een lege 20 dus mee. Maar zeker in dit geval is het voor ons een voordeel, want we willen niet dat het hele systeem doorgaat. Want er worden alsnog de plugins en de functions en et cetera gelaten. Natuurlijk kunnen we nog dieper gaan. Dan gaan we weer even uitkleden. Wie is er bekend met de constante shortinit? Dat zijn er vier gelukkig. Shortinit is een hele kleine leuke constante die je kan gebruiken. Die WordPress beschikbaar voor je gemaakt. En als je die op true zet, dan wordt er vrij vroeg in het begin van WordPress al heel veel gezegd van, nou, tot hier, we stoppen. Dus WordPress wordt op een hele lage, low-level manier ingeladen. Je hebt wat basic dingetjes. Ik hoop dat er wordt gekeken, want er zijn loops uit aan het draaien. Je hebt je database-object, je hebt wat standaard functionaliteiten. Maar vervolgens houdt het maar al snel op. Geen plugins, geen MU-plugins. Functies worden ook niet geladen. Maar ook dus heel veel dus eigenlijk core files. Hoe doen we dat dan? Oh, dan zitten we dus erg boven hier. Kijken hoe ver je moet gaan, want we gaan zo meteen ook cherrypicken. Is een short in het? Hoe begin je dat nou? Je maakt eigenlijk een eigen foldertje. Die zet je gewoon naast WordPress zelf. Dus nou is een PHP-bestand kan ook. Ik kan hem zelf lekker in een foldertje zetten. Dus hij zit buiten je WordPress pak. Je definieert short in het. Je definieert doing Ajax. Je hebt een beetje meer nodig. En vervolgens gaan we WordPress eigenlijk inladen op een net even iets andere manier. We pakken dus de WP load. En vervolgens gaan we hier lekker ons ding doen. Je hebt nu echt heel weinig ingeladen van WordPress zelf. En soms heb je misschien nog wel weer wat specifieke dingen nodig uit de includes folder. Dan kun je hier een paar alleen datgene wat je nodig hebt, haal je op en ga je gebruiken. Dus een ding die ik ook heel graag wil de mensen inspireren. Kijk nou eens op die WordPress code en leer ervan. En in dit geval is vooral die wp-settings.php is een briljant gevalletje. Want er gebeurt zo verschrikkelijk veel. En dan zie je dus ook wat er wel en niet geladen wordt. En nou, er staat een hele lijst met dit soort bestanden. En ja, kies eruit wat je nodig hebt. Er is helemaal hoog in het begin. Er wordt wel iets van functies, interne functies geladen. Dus daar zit die WPCJSON toevallig ook nog in. Dus die kun je hier mooi gebruiken. Alle snippers gaan er als een klikbaar en kun je nog online terugvinden. Vervolgens zitten we over hier. En dan zullen we zeggen dat er wel een flinke performance boost zal gaan geven. Uiteraard kunnen we het volgen. Even vloek in de kerk. En ik betrap me er zelf ook heel vaak op, dat je zo vaak bezig bent met WordPress,
ging alles doen op de WordPress manier. Dus dat hebben ze het zo geleerd en dat is netjes. Dat hoeft natuurlijk niet. Als je nou echt helemaal niks van WordPress zelf nodig hebt, ja, doe dan gewoon met PHP. Dus het vertraagt. Dan heb je eigenlijk alleen de last van die serverconfig die daar staat. Zelfs die zou je nog kunnen uitzetten. Eigenlijk is het net zoiets als wat ik net liet zien. We maken weer een eigen foldertje. Dat wordt je AX-URL. En je gaat simpel je zaken doen. Maar je hebt dus nu geen enkele WordPress functionaliteit meer beschikbaar. Die WebAgent-SendJSON functie ook niet. Dat moet je zelf doen. Maar er zijn talloze dingen te bedenken. Even iets ophalen bij een externe API. Gewoon even wat rekendingetjes doen die dat misschien toevallig niet in JavaScript zelf kan doen. En dat is prima, omdat we er zoiets voor te zeggen. En dan zitten we hier lekker in en schoon. Ja, mijn persoonlijke favoriet. Wij hebben een keer een webshop gemaakt voor de Ocean Cleaner. Dat hebben jullie kennen, dat is een kastblok. Plastic soep uit de oceaan halen. En die wilden heel graag. Die hebben van hun de plastic dingen die ze hebben opgevissen, hebben ze een onderdeel gemaakt. Hartstikke mooi, die ging verkopen. En daarmee geld genereren om hun goede doel verder te financieren. Maar wilden ze heel graag op de website tonen hoeveel van die zonnebrillen al verkocht werden. En dat is natuurlijk informatie die voor iedereen hetzelfde is. Maar hele goed, wij hebben een zwaar gecashed website en voor deze site ook. Het was internationaal. Er gingen ook allemaal bekende acteurs in Amerika, die gingen die website op een speciaal campagne moment ook endorsen. Hè. Dus zorgen dat iedereen naar die website gaat. Ik weet niet wie het allemaal was. Arnold Schwarzenegger of zo, ik weet niet zeker meer. Maar dat klinkt in ieder geval leuk en ze waren bang, het zou veel worden. En dan van ja, zo'n Ajax-school, stel er komen straks 100 man tegelijkertijd, of ze waren bang voor veel meer. En die gaan ze allemaal diezelfde Ajax-school doen, om te kijken hoeveel verzonnenbeelden er verkocht zijn. En misschien is dat een heel goed idee. Wat je eigenlijk kunt doen, is even omdenken, als je nou zo resultaat van cached, zodat het resultaat er al is. En dat kun je natuurlijk alleen doen als het resultaat dat opgehaald wordt voor iedereen hetzelfde is. Transient in dit geval goed als een statische stand aan. En een statische bestand, dat zit je gewoon. Zo vaak als het nodig is, zet je die gewoon klaar met de meest uit de resultaat. Ook dan zit je hier. Kijk, je hebt dat hele WordPress rieteltje niet nodig. Je hebt alleen die serverconfig waar je rekening mee moet houden. Hoe doen we dat nou af vanuit JavaScript? In plaats van de post, dan doen we gewoon een get. En je haalt gewoon rechtstreeks een JSON-faaltje op. Zo'n getstandje met een JSON-string. Dan zet ik achter nog even een uniek nummertje, zodat mijn browser niet cache. Dus help je dat niet ophaalt, dan haalt hij daadwerkelijk op van de server. En hoe genereer je nou zoiets? Heel simpel. Wanneer het nodig is. Dus in ons geval, elke keer wanneer er een boekom in orde wordt opgeslagen, is er iets in veranderd. Status veranderd of nieuw aangemaakt, noem maar op. Dan gaan we gewoon even die orders tellen. En zet ik in de upload folder een JSON-verhaal. Sluit ik verhaalpointer. En je kan veel meerdere dingen bedenken om zoiets te genereren. In dit geval hebben wij het op basis van een user event gedaan. Dan is het meest actueel. Je kunt ook gewoon de grondje opzoeken met scheduled event, eventueel bijgestaan door je serverkron. Dan is het een CLI-commando kunnen maken. Zorg ervoor dat het altijd gewoon zo actueel mogelijk is. Dan kun je ongeacht je sitecache, heb je gewoon een mooi, snel en actueel resultaat. En in plaats van dat er 100 mensen die je Ajax-school doen en die server lekker zitten te prikken, hoeft eigenlijk alleen maar één keer een PHP-proces op te starten om het te maken. En die 100 bezoekers
hoef alleen maar je statiebestand te hebben. En die server die anders keihard als een onderpullenstelling was geklapt, die zegt nu, ga maar lekker bellen. Dus dat is een beetje wat ik globaal wil vertellen van de richting die je kon doen met AR. Maar ja, dat is natuurlijk wanneer je zelf schrijft. Je hebt ook vaak de kant op het moment AR's calls van plugins. En ja, in theorie zou je kunnen onderzoeken. Dus hij is echt heel erg hebben geanonimiseerd dat het gewoon lastig is. In theorie kan je dat doen en ze zelf herschrijven. Je kan ook natuurlijk in je HTTP-acties zeggen van, hé, hey, je wordt naar deze URL aangeroepen. Denk erbij vooral aan de JSON REST URL. Die kun je eigenlijk rewriten. Dat is niet echt handig. Dat is gewoon je eigen ding. Ik realiseer me dat ik nu wel erg ver ga. Op het moment dat jij een plugin gebruikt, dermate problemen oplevert dat je dit soort dingen moet doen, heb je misschien beter een andere plugin. Misschien dat het een hele andere mensen zijn die ook iets vragen. Dat is ook nog wel een idee, daar ben ik straks benieuwd naar van wat er meer mogelijk is. Maar ja, nummer 3 dat ik eigenlijk op laatst moet doen. Je hoeft niet altijd Ajax te gebruiken. Ik zie zo vaak voorbeelden voorbij komen dat er een Ajax call wordt gedaan en dat het eigenlijk helemaal niet nodig is. Probeer daarbij om te denken, wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat mijn browser, dus de client, alle data heeft, zodat het allemaal niet nodig is. En vaak is dat het geval. Ja, dus heb je wel AX nodig? En volgens mij, dit wordt vooral belangrijk bij high-performance websites. Hè? Dus wanneer het echt een succes wordt, dan moet je ermee bezig. Dit is een voorbeeld van een webshopje, dit is Sound Design. Als je nu naar de URL gaat, dan zie je iets anders. Niet zo chic uit in script, maar ik vond wel even een mooi voorbeeld. Want als ik naar een beetje standaard webshop had, en als ik dit zie, dan gaat er bij mij altijd een rood vlaggetje af. En ik ben benieuwd naar dit verhaal, of jullie dit ook zien. Zoeken. Ja, in dit geval is het een rood bolletje. En ik zag ook al mensen rondlopen hier van hostingpartijen. Dat is vaak een doorn in het oog, perfect gecached website. En dan zet je op de homepage, op de productpagina, je archiefpagina's zijn allemaal gecached. Maar dan halen ze middels een Ajax-call, halen ze op hoeveel items er in je checkout zitten. En dat zorgt voor, zeker voor, als het heel druk is op je site, voor. Dat is niet fijn. En het punt is, je hoeft dat helemaal niet op te lossen met een Ajax-call. Het probleem is namelijk, WooCommerce zelf, die zet wel cookies. Minder geloof ik, maar in het geval van je checkout zet hij een cookie met het getalletje 1 als er iets in je winkelmandje zit. Maar hij zet helaas niet erbij. Hoeveel? Dat is een beetje jammer. En dat is het probleem. Die geeft dus niet hoeveel erin zitten. Dus ja, zo moet je het zelf doen. Hier, een codevoorbeeldje. Elke keer als WooCommerce namelijk bezig gaat met die card cookies, kunnen we zelf eventjes ook gewoon een cookie zetten met een hoeveelheid. En op het moment dat het iemand leeg gegooid wordt, zetten we die op nul en expire die meteen. Dat is gewoon kijk. En in de client weet dat nu, het staat gewoon in een cookie. Dus we hoeven geen Ajax-call meer te doen. In plaats van die Ajax-call halen we gewoon simpel dat we deze cookie doen. En op elk moment dat de gebruiker iets verandert in je checkout, dus een aantal veranderen, dan kwart hem in één keer leeg, dan gaan we dat gewoon even verversen. Dan halen we opnieuw een cookie op en we zetten dat in onze dom. Ja, voor de mensen die het interessant vinden, heb ik hier nog een volledige versie op, ook de functie get cookie en zo staan. En kijken wat de chocolade wordt gedaan. En voor die chocolade bezorgd. Een site die net zag, hadden we daar dat in React gegeven. Maar dat vooral dus in dat soort situaties, denk om gebruik je cookies, of liever nog als het kan, je local storage is nog beter, om de browser eigenlijk gewoon zoveel mogelijk al informatie te geven dat die niet op te houden.
En je kan natuurlijk ook al vooraf wat jaarvergunning in je ton zetten, die meteen beschikbaar is. Zeker, zeker. Dus eigenlijk. Yes. Ik heb een vraag voor het begin van de presentatie, waar je het over de plugins uit te schakelen. Nee, want dan ben je bij ja, dan ben je te laat. Ja. Want als je functie.php gewoon is staan, plug is je ook al. Ja. Dus dat moet je in je M-doen. Zetten die we hier hebben staan. Ja. Dus voordat we verlaten. En dat gebeurt allemaal, want in WPC, heeft wel dit alles al geëvalueerd. Dus die weet wij welke plugins hebben we zo nodig. Ja. Ik heb al lange tijd geleden ook dit gedaan, maar ik had altijd problemen met. Vertalen de website. Want die moet gewoon een alle URL aanpassen. Zeg maar aangeven. Waar ik wil, waar ik niet wil. De plugin uitzetten van ze. Is er dan een oplossing om daarvoor? Als je gebruikt WPML? Dus WPML vind ik een lastige om te gebruiken bij Petty. Ja, maar een andere ook. Ja. Nou ja, wij gebruiken eigenlijk alleen multisite om meer taligheid te doen. Maar volgens mij kun je sowieso natuurlijk een language parameter meegeven. Sowieso eerst aan je JavaScript die je in je DOM zet. En vanuit de Ajax-code neem je dan die taalparameter weer mee naar je admin Ajax. Ja, dan heb ik gewoon last van. Het werkt niet zo goed. En dan moet je het doorgeven. Als het clean up gebruikt, bij als het clean up kan je ook die plugin kan je ook dit doen, zeg maar, maken. Maar dan heb je nog een plugin erbij. Ik weet altijd zoveel mogelijk mijn eigen code te doen als je toen vast wil rijden. Dan een leuke input dat WPML in ieder geval wel een functie heeft om alle content die geserveerd wordt. En dus ook voor eventueel bepaalde calls. Dat je een parameter, dus in dit geval een language code automatisch kan laten meegeven. Dus ja, dus dat zei ik. Moeten oppakken in je eigen script. Dan heb je in ieder geval een brug gebouwd. Precies, op het moment dat jij je JavaScript in je DOM zet, kun je die natuurlijk lokaliseren, WP localize script. Daarmee geef je die parameters mee, zoals de huidige taal. En op het moment dat je een jaar scrollt, geef je die parameter weer mee terug aan je admin Ajax of je JSONREST API. Of een van de schattige methoden die ik net heb gemaakt. Dus je WP load, ja, daar hadden we het net over. En mij staat bij dat hij eigenlijk alles inlaat. Mensen, ik heb hem wel eens gebruikt en wij werken ook gewoon ACF bijvoorbeeld. Functies om op te halen, zeg maar. Heb je daar wat speciaals mee gedaan dan? Dat die... ja, absoluut. Normaal ga je naar index en daar zit dan eerst die WP-USD, de constante volk in, even motor. Maar het allerbelangrijkste hier is dat je eerst die short index zet en daarna laat je wel load. En je moet dus echt een hele leuke verhaal in WP-settings, want er gebeurt eerst even wat simpele dingetjes, even snel laden. Dan staat, if short init, true. Dan exit, gewoon return false, dan stopt hij gewoon. Ja. En al die andere zaken die erna komen, worden er nooit uitgevoerd. En dat zijn dus heel veel van die profiles, de MU-plugins, de volgende plugins, de functies. Tot dus als je die vergeet, zeg maar, dan laat het nog alles in. Ja, en deze dacht ik dat die ergens in het proces ook belangrijk was, maar hij is hoe dan ook belangrijk hierin. Die elkaar dingen. Top. Dus, zie je daar nog 10 minuten?
Je zou een microtime bij het query monitor kunnen zetten. Maar het is nou zo, je zal bij een identieke call nooit hetzelfde resultaat krijgen. Want ja, als er net toevallig iemand anders op de webserver bezig is met een druk is, kan dat alweer anders zijn. Dus ja, ik zou met een je hostingboer die wel willen is in de taal gaan zitten en kunnen even wat goede benchmarks gaan doen. Die zijn er vast wel. Zelf ook wel negeren. Nou, dan is het dan niet helemaal representatief, maar met de Chrome Inspector kun je gewoon met de Ajax calls van zien waar nu. Zien waar we start, waar we bezig is geweest. Dus je kunt er best wel wat op de buiten van het ding aan zien. Dat natuurlijk sowieso. Dat je zult maar een beetje alle plekken waar je Ajax calls. Ja, dan kun je een inspector kun je een hele lijst van alles wat je moet bij je netwerk. Okay. Dat zijn de calls die op die specifieke pagina ingeladen worden. Ja, ja, ja. Nadeel aan die methode is alleen wel dat je daarmee niet puur naar jouw serverload kijkt, maar ook alles wat er nog tussen zit, tussen de server en de eindgebruiker. Dan kun je in dit soort gevallen, zou je in mijn optiek het beste nog kunnen kijken, gewoon puur naar oude serverlogs. Mocht dat niet worden bijgehouden, dan kan je de hostingpartij er pas inschakelen, maar je kunt ook zien hoe lang het duurt om een bepaald verzoek te verwerken. Als je dan in jouw access logs gaat zoeken specifiek naar die Ajax calls die jij gemaakt hebt vanuit de website, kun je op die manier een vrij betrouwbaar overzicht genereren met wat nou wel of niet snel is. Ja, wil je net nog iets meer automatiseren, zou je naar tools als Blackfire of Miracle zo kunnen kijken. Ik ben toch blij dat we nog een paar backenden doen zelf. Dan kun je nog een paar tools. Oh, jij bent Niels. Ja. Oh, ja, ik zie leuk. Ja, maar dat is echt focus op de REST API. Precies. En daar de login in zich met een paar tijden. Short in het zo. Ja, heel mooi. Dat heb ik ook heel erg. Vult elkaar aan. Ja, precies. Het vult elkaar aan. En ja, goed. Dit vult natuurlijk gedeelte Joost's verhaal. Maar vult het ook weer aan. Wat is gewoon de demper van die zegt nu weer. Natuurlijk is het leuk als een Ajax-call heel snel is voor de bezoeker. Ja, goed, die heeft al wat voor zijn neus. Maar je zit achter. Dus de volgende gaat niet echt over de kleur. Nog meer vragen? Oké, okay. Super. Het is inmiddels bijna tijd voor lunch. Ik heb begrepen dat er beneden aan de trap een aantal tasjes hangen die allemaal op zoek zijn naar een nieuwe eigenaar. Zoals jullie die zo oppakken, heel graag. Dat is nog even opgespielen. Als je naar een workshop wil, binnen zo'n 2 uur, moet je registreren bij de registratiebalie voor de workshop. Het is workshops is volle stop. Duidelijk. Goed, zou jij... Ja, ik heb